jongens, we hebben hete koffie, we hebben prestatoren, we hebben een camera, we hebben charmes, joie de vivre. Dat kan maar één ding betekenen. Het is tijd voor de Hot Coffee Show. We hebben hete discussies. We hebben hete discussies. Oh ja, dat was het laatste keer. We hebben hete discussies. Ja. Want we gaan het vandaag hebben over een product. Nou, daar heeft de wereld zo lang op gewacht. Sorry, ik begin nu al cynisch. Ja, je bent nu al cynisch, ja, hè? Sorry. Zeg het nou maar. Moeten we even voor de edit. Is makkelijk. Gaming smartphones zijn kut. En jij bent het ook gewoon eens met die stelling, heb ik het idee. Tuurlijk. Ja, tuurlijk. Waarom? Is dat kut? Ik vind... Dat vind ik echt onnodig. Onnodig? Ja. Oké. Maar dat is misschien een persoonlijk ding. Maar ik heb heel erg het idee dat het echt een kleine groep is. Maar behalve dan die kleine kutkids die dan gamen op een smartphone. Doei YouTube-kijkers, het was leuk. Nee, maar waarom wil je dat? Subscribe. Hoeveel is dit apparaat? Oké, dus als we het specifiek hebben over het nieuwtje van Computex, heet uit Taiwan, Asus heeft de ROG phone aangekondigd. Ja. En dat gingen ze al langer doen. Het is eigenlijk een beetje hun antwoord op bijvoorbeeld ook, denk aan de Razer phone. Ja, dat is ook een van de eerste smartphones sinds zeg maar de Nokia N-Gage, die zegt gaming. Maar was Razer phone, ik had het gevoel dat de Razer phone niet per se was voor de gamer, als in... Zeg maar dat het heel goed, ja, je kon er wel spellen op spelen, maar ik had heel erg het gevoel dat de Razer Phone ook meer zo was van het is de telefoon voor de gamer, als in het is nog steeds wel gewoon een smartphone. Dus het heeft die dual speakers, het ziet er vet uit en het heeft die strak. Het strakke design wat dan past bij je andere Razer accessoires. Ja. En daar kan ik me wel in vinden. Het was ook een sterk mobiel, als in de specs die erin zaten waren erg fraai. Ja, Asus gaat er wel echt bovenop, want wat Razer deed, een gaming smartphone die nog een beetje in hun stijl is, dus minimalistisch en strak. En Asus, best okay uit, ROG kennen we natuurlijk van veel technologische vormen en zo, weet je wel, van die patroontjes en dat oog van ROG wat je aankijkt en RGB verlicht is, want ja, dit smartphoneapparaat heeft daadwerkelijk RGB verlichting. Ja, ik ben er gewoon zo geen fan van. Nee, ik moet ook zeggen, ik ben ook geen fan van dit design, als ik zo die foto's zo zie. Maar ik zou niet zeggen dat gaming smartphones als een soort van genre overbodig zijn. Want de laatste tijd, tegenwoordig, als je gaat kijken naar hoe hard smartphones gaan met hun hardware. Weet je wel, al die ARM-processoren, die superkleine chipsets, die toch best wel wat rendement kunnen hebben. Tuurlijk, die dingen worden nog heet en er zijn nog wat kinkslagen om eruit te slaan. Maar... smartphones worden steeds sterker. En als je nu ook ziet dat Fortnite best wel mooi draait op een mobieltje. PUBG draait er nou op. Ook die smartphone spellen worden steeds mooier. Ik zou dan zeggen, juist nu is het moment inderdaad om met iets meer high-end telefoons te komen. Die ook precies daarop inspelen met de grafische processor. Maar misschien is hetgene wat mij gewoon heel erg aan triggert. Is denk ik, hoeveel betalen we voor de ROG phone? Nou, dat is dus het ding. De ROG phone heeft voor de Nederlandse markt geen release datum of prijs. En ook niet de peripherals die erbij horen. Want er is een speciale soort van mobile dock. Er is een desktop dock. Je kunt een beetje in portretmodus kun je nog iets aan de onderkant erin prikken. Zodat je hem op kan laden. Jalalala. Maar het ding is ontiegelijk high-end. Dus ik verwacht dat die minimaal net zo duur gaat worden als de Razer phone. Dan niet duurder. En de Razer phone die zat zeg maar op, als je hem importeert vanuit Duitsland. Want hij is nooit officieel naar Nederland gekomen. €700 of €700-800. Oké. Okay. Nou, kijk, dat is jij bent gewoon... een iPhone-gebruiker, dus jij hebt van die prijs zoiets van, kan ik hebben? Dat zeker. Ja, ik vind het helemaal niet per se overpriced dan, in die zin. Maar wat mij gewoon stoort, is dat ik denk... Ik vind het een beetje doen alsof dit heel erg... Ook het plaatje hier misschien, of we dat erin kunnen editen, is dan een foto van een man zo, die dan zo met zijn koptelefoon zo aan het gamen is of dat ding. Dat doet niemand. Schijn nou eens uit. Dat doe jij niet. Nee. En dat wil niet zeggen dat niemand dat nee, doet. Nee, maar dat is echt niet waar. Hoe vaak zie jij mensen in de trein Fortnite spelen op hun smartphone? Ik zie over Utrecht Centraal lopen. Het zal niet Fortnite zijn, maar iedereen is aan het gamen op die smartphones tegenwoordig. Ja, spelletjes. Maar die spelletjes worden steeds mooier, weet je wel. Het zijn van die Jurassic Park build games met op zich best wel zieke graphics. Onderweg. Ik zie deze route niet gaan. Als je bold kijkt... Onderweg misschien niet, maar gewoon even tussendoor ergens. Ja, maar dat is de coup. Als je het bijvoorbeeld hebt over Mario Run, heet dat volgens mij, dat spelletje. Super Mario Run. Mario gaat lopen en jij gaat tappen en dan gaat hij springen. Ja. Dat vind ik nou een voorbeeld van een goed spelletje voor onderweg. Kan je met één hand spelen, kost niet te veel aandacht. Dingen als Candy Crush doen het mega goed, want het zijn kleine puzzelspelletjes.
Maar kom op zeg, je zit in het OV en jonge kijkers buiten gelaten. Want ik kan me heel goed voorstellen, toen ik klein was, had ik dit geweldig gevonden. Want ja, het is gewoon game die je gratis kan spelen op je PlayStation, Xbox, PC, dat die dan nu naar je smartphone komt, hell to the fucking yeah. Sowieso, maar toen ik klein was, was dat voornamelijk dan met de iPod Touch. Dat was dan een soort van het ding, want dat was dan niet een smartphone, dat was ook een stuk goedkoper, maar je kon wel... Tap Revolution. Juist, maar je kon wel die apps erop spelen. En dus dat waren die spelletjes, dat was geweldig voor kids. En ik snap ook dat dit zou kunnen aansluiten voor jonge mensen van, hey, je kan dan je Fortnite spelen op je smartphone en je hoeft niet meer een gekke Xbox te hebben. Dus je hoeft niet de tv in beslag te nemen van je ouders. Dat zijn allemaal dingen, dat snap ik allemaal. Maar lul dan niet dat je hem voor 800 euro over de toonbank doet en gaat lopen marketen. Dat is altijd. De markt begint altijd door eerst iets high-ends op de markt te zetten. Ook met de Razer Phone. Dat hebben we toen ook al gezegd. Ze gaan eerst zeg maar high-end, zodat ze kunnen laten zien van, kijk jongens, dit is als we er vol 100% maximum effort voor gaan, dan kunnen we dit opmaken. En als dan blijkt van, oké, daar is markt voor, of mensen vragen naar een goedkopere variant, dan ga je de markt uitbreiden met zeg maar het budgetboertje. Waarom... Ik zie gewoon zelf heel erg die markt hier niet voor. En ik vind het ook een beetje onnodig om dan... Want 800 euro, besef even, is zeg maar gewoon 2 consoles, hè? Ja, oké. Maar dus een smartphone is tegenwoordig een duur... Een high-end smartphone gaat lang met je mee en is een heel groot onderdeel van je leven. Dus ik bedoel, jij, kom op, je bent notabene een Apple-fan. Je weet dat een goede smartphone belangrijk voor je is en dat je daar best wel voor wil betalen. Ja, maar dit is voor die kids gaat het niet om het smartphone gedeelte. Nee, maar ik denk ook echt niet dat het alleen maar kids zijn. Ik denk ook echt dat, weet je wel, game op de smartphones, we hebben het er nu al zo lang over van, gaat dat een keer een ding worden? En we hebben heel lang gezegd, nee. Nee. En ik zelf hou ik ook nog steeds vast aan, ik heb het liever op gewoon lekker mijn PC, met mijn desktop, dat is ook mijn manier. Maar er is een markt aan het groeien voor mensen die gewoon veel, of in ieder geval actief gamen op de smartphones. En als die spellen alleen maar... Wat spelen ze dan? Ja, nou, bijvoorbeeld een Fortnite of zo. Dat zijn toch best wel, je kunt toch best wel makkelijk indroppen even. Het is toch niet dat je dan urenlang op een bankje moet gaan zitten. Nee, maar bij dat is niet een game waar je makkelijk indropt, vind ik. Want Fortnite is gewoon een soort van online shooter. En dat ik denk gewoon dat echt een heel groot deel van smartphone gebruikers hier helemaal geen behoefte aan heeft. Ik denk dat een heel groot deel van gamers wel juicht voor betere smartphone games. En daar zijn we mee bezig. Heel veel gamers hebben toch geen behoefte om onderweg te gamen? Kijk naar de Switch. Nee, waarom niet? Bijvoorbeeld, ik was laatst Into the Breach aan het spelen. Tuurlijk, nobody gives a fuck, want indie game. Maar ik zat te denken, dit is een ontiegelijk fijn hapsnap spelletje. Waarom is dit nog niet op mijn mobiel? Ik wil het ook gewoon op mijn mobiel kunnen spelen. Ja, maar dan heb je het over hapsnap spelletjes. Maar dit apparaat ziet er niet uit als hapsnap. Nee, tuurlijk niet. Want dit is weer lijp omdat Asus zoiets heeft van kijk ons eens gaan. Ja, maar dat is het ding. Ik vind het een beetje een soort van kijk eens wat we kunnen maken. En dan kan je dan... 144 hertz HDR, ja, 1 milliseconde responstijd. Wat? Ja. Wat? Nou ja... Weet je, het is technologie wordt gewoon steeds beter. En het gaat zich nu ook richten op de gamer. Past het dan wel toe met iets waar we wat aan hebben? Ik bedoel, technologie wordt ik vind het een beetje hetzelfde als LG die een paar jaar geleden uitkwam met een smartphone met een 4K-scherm. Oké. Dat is mooi, toch? Nee, helemaal niet. Dat is useless. Daar ga je je geld in dingen stoppen waar je geen reet aan hebt. Want die PPI is zo hoog, dat slaat echt nergens op dat schermgrootte. En dit is ook zoiets van, er zit enorm veel technologie in. En wat ga je ermee spelen? Fortnite. What a waste. Nee, nou, dat zou ik dus ook weer niet zeggen. De technologie is gewoon vooruit aan het move. Ze gaan gewoon steeds beter. En weet je, zo'n 4K-scherm op een klein mobieltje. Dat is gewoon laten zien waar we tegenwoordig in staat toe zijn. Als het aankomt op zulke kleine, verfijnde technologie maken. Ik juich dat toe. Kijk, of er een markt voor is, dat is dan misschien maar een tweede. Ik ben heel erg benieuwd hoe duur bijvoorbeeld de ROG-phone gaat worden en of daar nu echt een markt voor gaat ontstaan, samen met de Razer Phone en een aantal andere mobieltjes. Ik geloof zeker wel dat er een markt voor zou kunnen komen, maar ik denk gewoon dat het een relatief kleine markt is en dat het voornamelijk is... Zelfs dan is er toch niks mis mee, dat is toch niet overbodig? Nee, maar het is al jaren is het zo dat je spellen kan spelen. Elke oude GTA is inmiddels gepoord naar smartphones. Je hebt genoeg van dat soort shooters. Alleen uiteindelijk is het Fortnite die dan nu ontploft. Waarom is dat? Is dat omdat Fortnite... Ik bedoel, Angry Birds is ook al ontploft. Ja, maar dat vind ik geen vergelijking. Weet je, Pokémon Go moet ook lekker draaien. En ja, maar dat zijn echt smartphone spelletjes, vind ik. Want de Angry Birds kan je met één hand spelen. Je kan het makkelijk even oppakken. Terwijl bij Fortnite ga je draaien. Ja, maar zit dat is toch mooi dat je een in apparaat hebt wat alles kan. Je hebt en de simpele smartphone spelletjes. En eventueel als je dan zoiets hebt van... Nou joh, die trein, de NS heeft weer vertraging. Ik heb een half uur. Ik drop lekker in een potje Fortnite. Ik snap het probleem niet. Nou, het is ook geen probleem. Maar ik vind het gewoon ongelooflijk onnodig. En ik vind ook een beetje dat ze het neerzetten als iets waar echt al jaren op gewacht wordt. Er zit RGB in en we hebben dit en je kan er een controller van maken. En dan heb ik zoiets van, ik vind dat persoonlijk gewoon echt heel onnodig.
Ja, oké, misschien die RGB, dan noem je ook wel echt iets waarvan ik ook denk van, waarom heeft een mobiel nodig? Ja, maar waarom kan je hem ook helemaal uitbreiden? Zo, ik weet niet, ik vind maar dat vind ik juist wel mooi, dat je er ook een desktop van kan maken. Dat vind ik juist ook weer heel zakelijk. Jij vindt het ook heel vet, omdat jij vindt het gewoon vet omdat de technologie, dit is een soort van, waarom? Ja, omdat het kan. Ja, nou ja, ik heb dat heel vaak met technologie. Als we mooier en beter gaan, dan vind ik dat gaaf om te zien. Dan vind ik dat gaaf om te ervaren. Ja, maar dan push je het zomaar maar. Dan flikker je het zomaar erin. Maar je kan denk ik beter technologie perfectioneren en toepassen. Dat werkt toch veel beter. Nou, geen zorgen. Ik denk dat Asus wel zegt, dit is wel geperfectioneerd. Dat gaat de marketing wel... Maar dit is gewoon heel veel dingen tegen de muur gooien en kijken wat plakt. Dat nou ja, goed, dat is wat sommige bedrijven doen. En ik snap dat Asus dit nu probeert. Ja. Ik denk ook gewoon dat ze zagen Razer het doen als iets van, joh, wij maken al mobieltjes. Laten we dan ook een gaming smartphone maken. Ja, nou ja, ik ben heel eerlijk gezegd, ik ben er geen fan van. Ik ben benieuwd. Ik ben heel erg benieuwd waar dit naartoe gaat. Tuurlijk. Nee, het sowieso, benieuwdheid is er sowieso. Ja. Maar als je bijvoorbeeld kijkt naar een Switch, dat zou ik zeggen, dat vind ik dan een soort van eerlijkere markt of zo. Dan heb ik gewoon zoiets van, oké, jullie zeggen gewoon, luister, dit is een apparaat, zet je hem hierin, game je PC, maak je hem los, of op je tv, maak je hem los, kan je onderweg gamen en dat is dat ook, ding. Dat is ook ongetwijfeld geïnspireerd door het feit dat tegenwoordig heel veel handheldmarkt is vertrokken naar smartphone-markt. Tuurlijk, en ze winnen daar ook wel wat mee terug, maar hoeveel winnen ze daar nou uiteindelijk mee terug? Nou, ik denk dat Nintendo nu wel blauw, 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 blauw gaat, dus dat... Ja, maar niet voor het in de trein game, echt niet. Ja, ik weet niet, ik denk in Japan dan bijvoorbeeld wel, maar in westerse landen zie je het minder. Nee, en dat is denk ik een beetje het probleem met dit soort dingen, dat ik denk, ja... Laat ik het zo zeggen, ik had het vetter gevonden als, nou Asus doet dat dan niet, maar als bedrijven bijvoorbeeld technologie implementeren om bijvoorbeeld zoiets te maken als zo'n Mario Run of zoiets als Angry Birds. Of in ieder geval spellen waarvan je zoiets hebt van oké, dit heeft leven op een smartphone en dit is hapsnappen, kan ik makkelijk oppakken. Maar waarom zou je dan al je tijd, geld en energie investeren om een soort van gecompliceerde DS-achtige smartphone te gaan maken? Omdat de spellen, Asus heeft zoiets van, de spellen zullen wel mooier worden en populairder, dus ze willen er gewoon op tijd bij zijn. Ik snap dat. Ik vind het wel heel interessant dat je nu zeg maar deze stelling zo aanneemt. Ja. Ik ben heel erg benieuwd, weet je wel, we zouden hier 5 jaar later een keer naar terug moeten komen. Want de smartphone-markt gaat zo ontiegelijk snel. En jij bent nu nog een beetje van die oude garde die zegt, gamen hoort gewoon op een console. Flikker nee, op. Nee, ik zeg alleen dat smartphones worden, je merkt ook gewoon nu, smartphones worden steeds gecompliceerder en... Alles wordt ook steeds kleiner, steeds minder knopjes en zo. Daar werken we naartoe, maar dit werkt daar helemaal niet naartoe. Dit is gewoon een soort van... Je gooit er zelfs nog weer knoppen bij. Ja, en je hebt Fortnite al. Nou, dan kan je het nu iets makkelijker spelen op je smartphone. Ik zie dat echt niet als de toekomst. Daarom ben ik zo benieuwd of we hier 5 jaar later, als we hier weer aan zouden schuiven, of we dan, weet je wel, allemaal... Dan ben ik er 100% van verzekerd dat we het meer gaan hebben over bijvoorbeeld AR. Dat je smartphone daar veel krachtiger in is geworden en dat veel praktischer nut heeft. Als die dat kan... Ja, tuurlijk. Hij heeft een octa-core processor. De snelste ooit, weet je wel. Daar kun je Asus natuurlijk wel... Daar gaat Asus volop voor. We hebben een grafische processor. We hebben een hele cooling unit erin zitten. We hebben de beste Qualcomm Snapdragon. Ja, ik vind dat allemaal zo niche. Ik weet niet, maar misschien ben ik ook te Apple daarvoor. Dat ik zoiets heb van, ja... Dit staat ook zo ontiegelijk haaks op, zeg maar, gewoon strak design. Ja, maar niet alleen strak design, maar ook gewoon een soort van... Oké, we willen een Mario game naar de smartphone. Niet dan een soort van... Oh, we hebben nu... Dan kan je zo en dan kan je zo lopen. En eigenlijk gewoon exact wat je al had, maar dan op een touch display kut. Nee, daar wordt dan over nagedacht. En er wordt dan geperfectioneerd van... Hey, luister, we moeten zorgen dat die sowieso met één hand speelbaar is. Dat je in principe met één duim al genoeg uit die gameplay kan halen. Want dan pas je je namelijk aan de smartphone market. Zij pakken nu gewoon... Ze eigenlijk niks aan dit apparaat is smartphone, behalve dat hij kan bellen. Ze hebben gewoon een DS gemaakt. Een DS met een simkaart erin. Dit is een DS met een simkaart gemaakt. En met alle respect, Asus, maar dat is wel gewoon zo. Dat is gewoon YouTube the easy route. Ik denk dat het... Weet je, we hebben allemaal de DS weggelegd om voor smartphones te gaan. Niemand heeft nog een DS op zak. Iedereen heeft een smartphone op zak. Ik zie dit gewoon als Asus die gewoon de markt voor wil zijn. Die gewoon vooruit wil denken en denkt van oké, PUBG, Fortnite draaien nu op smartphone. Er zal ongetwijfeld wel met meer games gebeuren. Is PUBG ook op smartphone? PUBG is op smartphone. Het draait als een tiet. Het draait beter dan de Xbox-versie. Voornamelijk denk ik gewoon, dat zijn echt games ook voor jongere mensen. Ik zeg je heel eerlijk, als ik ouder was geweest en ik was opgegroeid en ik was al ouder terwijl de DS uitkwam, had ik hem ook minder gebruikt. Ik gebruikte de DS omdat je dan in de pauze op het schoolplein DS-chat naar elkaar kon doen. Of online, zeg maar, dat download-play met z'n tweeën kon doen. Voor kids is dat geweldig. DS is gewoon een kinderapparaat. Ja, in Japan misschien nog wat groter, maar dat is het gewoon. En dit ook. De DS heeft echt hele goede games. Nou, maar het is weer niet... Je gaat dat niet doen in de trein. Waarom niet? Omdat we daar geen behoefte aan hebben. Het is te actief.
voor het OV. Dat is zo niet waar. Je moet weten hoeveel uur Miitopia ik in de trein heb geklopt. Ja, maar Tom, je bent een goede RPG. Let's go. Jij bent een gamer, maar niet gamers gaan dit niet doen. En het is natuurlijk gemaakt voor gamers. Dat ik kan het zeggen, wel. Het is een smartphone voor gamers. Ik zie het nut er gewoon niet van in. Steek je tijd in. Maak dan, weet ik veel... De zoveelste Zenfone, zeg jij. Nee, niet de Zenfone. Houd maar lekker op de Zenfone. Nee, ja, sowieso hou het op de Zenfone, want dit is gewoon bullshit. Maar buiten dat om, investeer dan gewoon in. Maak betere laptops, betere desktops. Of verzin iets voor die smartphone. Verzin iets creatiefs. Iets van, oké, we hebben een... Fucking de Razer Phone doet dat, vind ik. Uniek design, je kan erop gamen. Alleen hij past ook gewoon slick bij je. En hij past ook in je hele Razer setup. Daar vind ik over nagedacht. Maar dit is gewoon een soort van, oké, wat hebben we? Dit ding synchroniseert wel met de rest van je Asus setup. Qua lichtjes, qua RGB. Ja, bij LAN, kan je telefoon neerleggen. Maar ik bedoel meer van, jongens, oké, wat hebben we? We hebben processors en we hebben cooling units. Oh, die hebben we allemaal al. Koop. Wat? Beetje respect alsjeblieft. Zet gewoon een R&D-team. En jij hebt het over technologie. Ik heb het over dat technologie is als een blok ijzer. Wat je nog moet fine-tunen. Je moet er wel, het is als marmer waar je nog een beeld uit moet houden. Nou, en dat beeld is er niet uitgehouden. Dit is hier gebeeldhouwd hoor. Maar dit is gewoon een stijl die jou niet aanstaat. Dat is het gewoon. Nou, het is ook wel gewoon lomp technologie in een klein hoesje flikkeren. En dan, dat is het. Dat is wel vooruitgang, want we willen meer kracht in kleinere bodies. Nee, nou ja, dan... de kracht maakt mensen geen reet uit. Als het maar snel is, snappy is. Ja, maar dat is kracht. En als de functionaliteit... Ja, maar er moet wel meer functionaliteit zijn. Je hebt extra knoppen, RGB. Ja, maar als ik jou een PC geef met alle specs erin, alleen ik geef jou geen Windows, dan baal je als een stekker. En ik zeg niet dat dit het is, maar dit is een soort van klein voorbeeld daarvan. Het is heel veel technologie. Ja, maar dat zeg alleen... ik, Asus wil de markt vooruit zijn. Ze willen de technologie al hebben staan, zodat goede smartphone games hierop kunnen verschijnen. Maar jij bent gewoon niet van smartphone games. Dat is, je wil gewoon... Ja, helemaal wel. Alleen ik ben niet van volledig volwaardige console games op een heel klein kutschermpje gaan zitten spelen. Ja, maar dat hoeft ook niet. Maar ik bedoel... Nee, oké, maar je gaat hier geen Angry Birds meer spelen. Of een Candy Crush, of een puzzle game, of een soort brain teaser spelletjes. Ik hoop gewoon dat er meer toffe games aan de smartphone komen. Vooral veel, weet je wel, als je denkt aan tactische turn-based games, Final Fantasy-achtige games, heel veel dingen die op de Switch verschijnen kunnen. Weet je wat, een mooi motherfucking Mario plus Rabbids Kingdom Battle. Dat zou ook zo makkelijk op een goede smartphone. Een kleine versie van XCOM. Mooi, maar dan wel dat je gewoon tactisch lekker... En dan, weet je, dan stap je weer uit de bus en dan kun je je beurt op pauze zetten. Dat soort dingen moeten komen. Maar goed, dan moet er ook de technologie en de markt voor zijn. Asus denkt de markt vooruit te zijn. Ik ben gewoon heel erg benieuwd wat dit gaat doen. Ik ben ook heel erg benieuwd hoe de Razer Phone verkoopt voor Razer. Want het is een mooi apparaat. Het is nog een beetje... Zit er wat haken en ogen aan. Ik vind dat die het beter doet. Ja, ik vind hem ook veel mooier. Ja, maar niet alleen mooier, maar ook gewoon qua... het is gewoon meer verfijnd. Het is gewoon een soort van, je kan erop gamen, want we hebben de hardware erin. En er zijn genoeg peripherals op de markt die je kan willen. Maar dit is gewoon de Razer Phone. Het is gewoon een smartphone. Ja. En het is niet een kleine handheld waar ze een simkaart in gecrampt hebben. Het is gewoon een beetje... Ik vind het persoonlijk gewoon een beetje makkelijk. Dat ik denk, ja... Kom op, ik vind het ding er niet makkelijk uitzien, maar ik snap je punt. Nou ja, het is... Nee, het is niet makkelijk verzonnen of gemaakt. Maar het is gewoon heel veel kracht. Alleen... Dat is wat de smartphone-markt is. Dat is de Samsung en Asus en iedereen in die race is gewoon continu bezig met eroverheen pompen. Ja, maar het is niet alleen kracht. Want je merkt wel ook bijvoorbeeld een Samsung S8 of weet ik wat is die dan zo zijn van... Oké, er moet ook een iris-scanner in zitten en een goede vingerafdrukscanner. En dat is niet per se kracht. Dat is namelijk dat is een heel functionaliteit. Je bedoelt een whole package. Het moet een compleet pakket zijn. Exact. Ja. Niet alleen maar... vet de lampjes erop hebben, maar ook gewoon een soort van... Niet de toeters en bellen, maar ook de daadwerkelijke functionaliteit. Juist. Ja. Dat vind ik jammer. Ik ben echt heel erg benieuwd waar dit naartoe gaat. En ja, ik ben ook sowieso, echt heel erg benieuwd als mensen onze discussie zo horen of ze dan zoiets zeggen van... Ja! Geef me nog 6 ROG-phones en nieuwe Razer-phone en fuck it! Laat Cooler Master en MSI er ook eentje maken ofzo. Ja. Ik ben wel voorstander van dat we de discussie gaande houden hieronder in de comments. Zeker. Ben je het eens met Salem, ben je het eens met mij, ben je het absoluut niet eens met ons beiden? Zeg je, jongens, serieus. Er is een grijze middenweg. Jullie vergeten dit belangrijke argument. Jullie zijn echt randebielen dat jullie daar niet aan hebben gedacht. Noem ons randebielen. Kom, bring it. Come at me. We love it. Een soort van zelfkastijding hier. Maar oké, dat was het in ieder geval voor de Hot Coffee Show. Verhitte discussie. Ik ben heel erg benieuwd waar dit naartoe gaat. En hopelijk kunnen we over 5 jaar aanschuiven. En dan zitten we allemaal te bellen met onze ROG-phones. Sowieso. Die RGB hebben. Dan hebben we zo'n smartphone die kan je dan helemaal... Met 6 displays. En er zit dan 16-core i20 in. En dan heb je helemaal zoiets van... Ah, chill. En dan gaat hij helemaal loeien aan de zijkant. Want dat wil je in je zak. Nee, want hij is watergekoeld. Maar goed, hij kan dan wel goed je Premiere-video's uitdraaien. Ja. Joepie.